verteld, gewoon totale onzin. Ja, het is gewoon uit zijn duim gezogen. Oh god, hebben we weer zo'n... Oh jezus, niet in de ogen kijken ook, hè? Nee, dat weet ik. Dat is inderdaad wel een dingetje. En kijk voor je telefoon en zo, man. Want ze weten, als ze de telefoon pakken, dan weet je waarom moet je, dan willen ze even terug hebben natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Maar het zal hier wel een beetje mee... Beste mensen, ja, we zijn bij de Bayon-tempel. Dit is de tempel met alle gezichten in het, toch? Ja. Dit lijkt een oudere tempel dan de... Die andere tempel, heet die ook alweer? Angkor Wat? Ja. Dit lijkt een oudere tempel dan Angkor Wat. Maar deze is dus jonger. En hier is minder lang over gedaan om te maken. De man bij Angkor Wat, die zei dat het ongeveer tussen de 10 en 15 jaar heeft geduurd om deze te maken. En de Angkor Wat is in 30 jaar gemaakt. Dus daar zit wel een aardig verschil in. Ja, hier gaan we even naar binnen om even te kijken van, nou, wat hier te beleven is. Of een gekkigheid. Nou, geen gekkigheid, maar ik moet wel heel eerlijk bekennen. De tempels die ik hier tot nu toe heb gezien, vind ik meer indrukwekkend dan de tempels die ik heb gezien in Thailand. Ik vind die van Thailand vind ik maar een beetje patjeperig. Voornamelijk heel erg goud en ja, zien er ook wel redelijk modern uit. En als je hier dan echt naar kijkt, dit lijken echt wel ruïnes. En dat vind ik wel mooi, want ja, dat hoort denk ik ook een beetje mijn tempel, de oudheid. En als ik hier dan een beetje om me heen kijk, ja, dat ziet er wel oud uit. En wat ik heel erg mooi vind, zijn in ieder geval de dingen die in de muur zijn gekerfd. Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar hoe kunnen mensen dat maken? En als je dan kijkt naar de moderne kunst en de moderne dingen die ze maken. Ja, dan is die moderne kunst toch helemaal niks, joh. Je moet kijken hoe prachtig dat dit is. Dit heeft een verhaal. Je krijgt er een denkbeeld bij. En als ik naar die moderne kunst kijk, ja, dan word ik alleen maar droevig van. Alleen, ja, in de tijd is er wel heel veel kapot gemaakt. En er zijn heel veel oorlogen geweest. Ja, oorlogen zijn wel slecht voor tempels en ruïnes zoals deze. Nu is het zo dat wij ook een ticket hadden van $37. En met dat ticket kunnen we in principe gewoon naar alle tempels toe. Alleen, dat ticket is maar één dag geldig. En ja, als die één dag voorbij is, ja, dan is het ook over en uit. Misschien kun je die ticket nog een keer gebruiken voor de volgende dag. Alleen, ja, gaan we dat doen? Dat weet ik niet. Maar ja, daar moet je wel een beetje goed gebruik van maken. Want één tempel $37 vind ik nog wel wat. Ik vind sowieso nog wel wat. En zoveel tijd heb je ook niet. Zo'n Angkor Wat, daar ben je echt wel een tijdje mee bezig om daar een beetje doorheen te toffelen. Maar ja, we gaan hier even kijken. Hier zie je ook weer dat het hoofd kapot is gemaakt. Mr. T. Ah, dat is Mr. T. Wat vind je ervan? Prima. Beetje mooi. Cultuurbarbaar. Ja, je hebt hier niet een fantastische gids bij die allemaal dingen vertelt, hè? Nou, kan ik jou wel even wat dingen vertellen. Wat je hier ziet zijn ruïnes van een oude tempel. Je ziet aan het begin ook, zie je gewoon dat de dingen, dat de hoofden kapot zijn gemaakt. Het heeft ermee te maken dat er vroeger oorlog is geweest, dat ze dingen kapot hebben gemaakt. Ja. Een notitieboekje er even bij pakken, anders vergeet je het. De Sendenses zijn women, zijn ladies. En ja, die zijn gewoon heel knap. Ja, zo zie je de vrouwen tegenwoordig niet meer. Nee, dat vind ik jammer, of niet? Maar ik mis inderdaad wel een beetje het verhaaltje van de beste man. Yeah.
Fijne vind ik ook wel dat je hier eigenlijk overal mag lopen. Dat maak je niet heel veel mee. Het is natuurlijk allemaal wel heel erg massief. Maar kijk, dit is toch prachtig. Hoe verzin je het en hoe krijg je het zo? Kijk, deze zijn dus weer heel oud. Deze muurkervingen. Je mag ze niet aanraken hier. Kijk, ze lijken iets te dragen. Een soort van troon, denk ik. Dit zijn allemaal de werkers. Verzin het om dit uit de caravan. Dit is gewoon letterlijk een verhaal. Kijk, hier is het gewoon een beetje vervaagd. Overal caravan. Prachtig hoor. Hier ook, eens kijken. En dan lig je bij je hoofd, vind je? Kijk. Moet je ook voorstellen dat zo'n tempel zoveel te verduren krijgt in 800 jaar. Want volgens mij is dit een tempel 800 jaar. Maar ik krijg zoveel te verduren. Oorlogen, maar ook weersveranderingen. Weersproblemen zoals orkanen, water, heel veel water. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel erg simpel bij elkaar gebonjourd. Kijk, die worden allemaal met stokken bij elkaar gehouden. Hello. How are you today, man? I'm good, thank you. Where you come from, man? I'm from the Netherlands. Netherlands? Yeah. What capital, Netherlands? Sorry? What is capital, Netherlands? Amsterdam. Amsterdam, or did I know? You know Amsterdam? Yes, Amsterdam. You say, Michel, it's a good and a second steam power. Sorry? Good and a second steam power. Ah, so I'm good. Thank you. Yeah. Oh, like this. Yeah. Daar heb ik ook wel een diep geworteld verhaal bij zitten. Alleen ja, als je geen tour neemt, dan ja, ontgaat je dat een beetje. Maar ja, voor $5 heb je prima een toertje hoor. Dus in dat opzicht daar zou ik het niet om laten, om zo maar te zeggen. In ieder geval heb ik dit ook even gezien. Terrence die is alweer terug bij de scooter. Dus die ga ik zo weer even ontmoeten. Die is wel even uitgekeken. Dus ik ga hem even bellen. Ik doe een lekker biertje doen. Neemt hij niet op. Ja, lieve mensen, dit was er weer. Na een kleine pauze vorige week gaan we gewoon weer door met de video's. Vond je dit nou een leuke video? Doe nou alsjeblieft een duimpje omhoog en laat een reactie achter dat je hebt gekeken. Dat vind ik leuk om te zien. En dan zie ik jullie bij de volgende weer. Doei!